Vrouwen uit 4 inheemse dorpen in Para-Oost worden vanaf vandaag voor 5 dagen getraind in het aanbieden van toerisme-gerelateerde diensten. De 5-daagse training is georganiseerd door de Stichting Jure Savanne en wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de leiders van de 4 dorpen in Para-Oost, namelijk Rididoti, Kasipora, Powaka en Pierre Kondre Kumbasi. De voorzitter van Stichting Jure Savanne, Jenna Wijngaarde, spreekt van een unieke gelegenheid voor de vrouwen om over toerisme-gerelateerde diensten te leren. Tijdens deze 5 dagen zullen onder andere het gidsenwerk aan de orde komen, maar ook catering en het verkopen van crafts. Dus deze training biedt hen de tools gedurende 5 dagen om 1 te beginnen met leren over Jure Savanne, hoe de site eruit ziet, wat de specifieke kenmerken zijn van de site. En dan gaan ze dus, dat doen ze dus 4 dagen. En op de 5e dag is er dus een specialisatie waar ze gaan leren, waar ze mogen kiezen tussen craft, catering of gidsenwerk. Dus het is enorm belangrijk voor hun, voor het kunnen leveren van bepaalde diensten of verbeteren of verrijken van de diensten die ze al bieden. Voor de kapitein van Rididoti, Ricky Swedo, is deze training een stimulans voor de vrouwen in het gebied om hun talent verder te ontwikkelen. Hij meent dat er veel talent is binnen het gebied, vooral onder de jongeren. En je hebt ook mensen die ook leergierig zijn om heel veel projecten ook mee te maken voor hun verdere ontwikkelingen. Dus er is wel potentie. En ze zijn wel leergierig hier zo, wat ik heb gemerkt. En ze zijn actief bezig in heel veel zaken hier zo. Dus ik denk dat de meeste projecten die binnen kunnen komen, dat het zeer gewaardeerd gaat worden door de gemeenschap. Het project, getiteld Empowering Indigenous Women in the Paraíso Region of Suriname, Unlocking Tourism Potential in Jure Savanne Archaeological Site through Skill Development and Entrepreneurship Workshops, is gefinancierd door het Canada Fund.